Ja, in de vooropleiding trainen we in 3 disciplines. We trainen klassiek ballet, popshow musical en song en dance. Voor vooropleiding 3 hebben we nog een aparte les, dat is een wisselles. Dus dat betekent dat vooropleiding 3 om de 4 à 5 weken een andere dansstijl krijgt. En dan is de bedoeling dat de kinderen, de leerlingen, dus kennis maken met verschillende dansstijlen. Nou, dat is de training die ze krijgen. En daarin proberen we natuurlijk heel gedisciplineerd de kinderen te trainen met de juiste techniek, met de juiste uitstraling, met de juiste performance. Vanaf dit jaar hebben we ook een speciaal traject. Want wij merken steeds meer dat er meer leerlingen zijn die uiteindelijk echt het vak in willen. Zo hebben we de afgelopen jaren Maria, Kimberly, Imani, Kenya hebben gehad. En dit jaar ook Isabella Lokhorst gaat dit jaar ook naar Nederland toe, naar de vooropleiding. Maar wij merken wel dat dat een beetje extra aandacht nodig heeft. Dus sinds dit jaar hebben we een speciaal auditietraject gecreëerd. Daar zijn we nu met 1 meisje hier. Hier op Bonaire zijn we daarmee bezig. Om zich voor te bereiden op de audities weer in Nederland of in Amerika. Want je moet je voorstellen, je bent hier op Bonaire. Je bent hier best wel beschermd, opgevoed, opgegroeid. En dan moet je auditie gaan doen. En dan kom je in Amsterdam of in een grote stad terecht, waar dan ook. En dan word je wel eventjes open en blootgesteld aan de werkelijke realiteit. En dat is heel hard. De wereld van auditie doen, van musical, theater, is heel hard. Dus wij bereiden de leerlingen voor in zelfvertrouwen, in presentatiegericht. Hoe sta je voor een jury? Wat kan je verwachten bij een jury? Hoe ga je om met tegenslagen? Want je zal heel veel tegenslagen in het vak krijgen. Het zal niet altijd van, yes, je bent aangenomen. Nee, je wordt misschien wel 10 keer krijg je een nee en 1 keer een ja. Dus daarop bereiden we onze leerlingen voor. Plus daarnaast ook zijn we technisch bezig om de leerlingen net een beetje extra kracht en techniek te geven voor de audities. Zodat we natuurlijk beter resultaat hebben. Want ook wij willen graag dat ons talent uiteindelijk het vak ingaat. Dus dat zij uiteindelijk dus in een, naar een internationale dansschool gaan of naar een internationale dansacademie. Dus daar zijn we nu ook druk mee bezig.